Welkom bij Momento, de tool die jou meer tijd geeft om er echt voor jouw leerlingen te zijn. Het is een digitale klassenmap en een dashboard in één. Mijn naam is Bart Leidsman en in deze video neem ik je graag mee naar Momento. Met Momento heb je op één plek toegang tot jouw weekplanning. De methodes die je gebruikt, leerlijnen, de voortgang van de leerlingen, notities voor de overdracht naar jouw duo-collega, mocht je die eentje hebben. En je bouwt ook gelijk een compleet leerlingbeeld op. En dat is handig voor die altijd maar terugkerende groepsplannen. Die groeps- of klassenmap, dat papieren ding wat jij op je bureau hebt liggen, dat vervangen we dus door Momento. Momento is gemaakt voor leerkrachten door leerkrachten. Het is één platform wat jou direct inzicht geeft in jouw lesdag en de voortgang van jouw leerlingen. Oh, en had ik al gezegd dat Momento gratis beschikbaar is voor elke leerkracht? Je vindt de Momento-knop in Basispoort. Ik neem je in dit korte webinar in vogelvlucht mee in Momento. We starten op de homepagina. Daar zie je jouw lesdag. Dit zijn de lessen die je vandaag geeft. Je ziet de actuele resultaten per vakgebied en je ziet de meest actuele notities. Dus de overdracht van bijvoorbeeld een eventuele duo-collega of notities die je zelf hebt gemaakt. Die zie je meteen in beeld. Nou, bovenaan zie je het menu van Momento. Deze zullen we kort bekijken en de belangrijkste voordelen laten zien. We starten met de planning. Dat is jouw basisrooster en dus ook meteen de basis van zo'n beetje alles. In een paar stappen vul je dit basisrooster met bijvoorbeeld vakantiedagen, studiedagen van jouw school, toetsweken, activiteiten en nog veel meer. Vervolgens maak je snel en eenvoudig de weekplanning van jouw groep, of als je een combinatiegroep hebt, dan zijn dat natuurlijk groepen. Momento zet daarna automatisch elke dag de juiste lessen klaar. Van de gebruikte methodes en dit wordt zichtbaar bij jouw lesdag. Werk je nou met een combinatiegroep, dan zijn beide groepen in te plannen en natuurlijk naast elkaar inzichtelijk. Valt er nou een les uit, kan ook wel eens gebeuren, dan kun je dit eenvoudig aangeven en Momento plant de lessen dan slim door. Dan hoef je niet meer met T-packs en al dat gedoe. Nou laten we eens kijken naar hoe jouw lesdag er dan uitziet. Open de lesdag en je ziet in één oogopslag de geplande lessen met lesdoelen en de benodigdheden. En met één klik spring je bij iedere les naar de Digibordomgeving die daarbij hoort. Maar ook eh, notities die horen bij deze lesdag vind je gemakkelijk terug, zowel op vakgebied als op les en zelfs op leerlingniveau. Nou, we springen in het menu even door naar de notities waar ik het steeds over heb. Misschien herken je het wel al die rondslingerende post-its overal. Weg daarmee. Hier kun je elke gewenste notitie bekijken. Je kunt zelfs zoeken op leerling of op trefwoord. En zo vind je meteen een handig overzicht. Nou, in Momento voeg je heel eenvoudig digitale notities en observaties toe. op de gewenste plek in de planning of bij een leerling. En zo zijn ze ook zichtbaar voor de duo-collega die je hebt. En de handige notitiefunctie ondersteunt je dus in een efficiëntere overdracht. En zelfs een dossieropbouw. En het in kaart brengen van een compleet leerlingbeeld. Nou, naast digitale klassenmap is Momento er om jouw inzicht en vooral ook overzicht te geven. Met de resultatenmonitor zorgt Momento ervoor dat je altijd en overal inzichtelijk hebt. wat de resultaten zijn van jouw leerlingen op het gebied van verwerken, oefenen. En toetsen. En deze informatie helpt je in het beoordelen welke leerlingen de stof goed beheersen en welke kinderen mogelijk extra hulp, ondersteuning of misschien juist uitdaging nodig hebben. En daarnaast kun je zien welke oefening door veel van jouw leerlingen moeilijk gevonden werd. De resultaten geven we weer met cirkels en kleuren. Het intuïtief ingerichte Momento toont direct een overzicht van de oefen- of toetsresultaten van de hele groep. In een cirkel aan de hand van kleuren en per vakgebied of per periode en met een duidelijke indeling in niveau is in één oogopslag helder welke leerlingen uit jouw groep de stof voldoende beheersen en welke leerlingen hulp nodig hebben. Daarnaast geeft Momento meer gedetailleerde informatie per leerling. Uh, welke opdrachten vond hij of zij moeilijk? Of, of waar kan de leerling juist meer uitdaging gebruiken? Nou, ook hier is onderscheid te maken tussen oefen en toetsresultaten. Met één klik kom je in de omgeving van de uitgeverij terecht. voor een nog gedetailleerder overzicht van de leerresultaten per leerling. En deze informatie, gekoppeld met de analyse die je als leerkracht maakt. vormt de basis voor hele rijke handelingsplannen. Momento is dus naast een dashboard nu ook jouw digitale klassenmap. en is daarmee dus ook meteen het startpunt van de dag voor eigenlijk elke leerkracht. En dat was dat. Oh, trouwens, kom je er soms even niet helemaal uit? Dat kan natuurlijk altijd. Nou, dankzij alle feedback die we ontvangen van gebruikende leerkrachten, hebben we een aantal ja, hulptools samengesteld. En als je op het vraagteken klikt, dan verschijnt er een overzicht van al die hulpmiddelen. Bijvoorbeeld, veelgestelde vragen. Dat is een hele uitgebreide kennisbank waar je waarschijnlijk jouw antwoord wel kunt vinden. Zo niet. Dan kun je op ik help je hulp nodig uh, klikken. Dan vind je contactgegevens om direct hulp te krijgen. Onder feedback kun je aangeven hoe wij Momento nog verder kunnen verbeteren. En onder wat is nieuw kun je de nieuwe functionaliteiten bekijken met uitleg die onlangs zijn toegevoegd. En als laatste hebben we een aantal instructievideo's. Vind je het namelijk fijn om te kijken en luisteren en niet om te lezen? Nou, aan de hand van deze instructievideo's nemen we je mee in Momento. Nou, dat was dan wel echt... Dat. We hopen je met dit korte webinar enthousiast en ook een, misschien wel een beetje nieuwsgierig te hebben gemaakt naar Momento. En we staan graag voor je klaar om nog meer te vertellen, uit te leggen of misschien wel die eerste stap van aan de slag gaan te maken. Wil je nou een demonstratie, instructie of, of teampresentatie over Momento om het zelf te ervaren en ermee aan de slag te gaan? Dat kan dan via momento.nl/demo-aanvragen, dus demo-aanvragen, of vraag naar bij jouw contactpersoon van jouw schoolleverancier: Heutink, Reinders of de Rolgroep. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende.